Lucas Bols is een wereldwijde speler op het gebied van likeuren en spirits. We zijn een van de oudste gedistilleerd merken in de wereld. Het is een bedrijf dat bestaat sinds 1575 en het is hier in Amsterdam begonnen. In het jaar 2000 is Lucas Bols gekocht door het Franse Rémy Cointreau. Met de verkoop aan Rémy Cointreau bestond het bedrijf aan zich bestond niet meer. En toen zag ik als Nederlander, met toch wel een hart voor dit merk en al die merken, zag ik dat eigenlijk niemand daar meer met hart en ziel over sprak, nog aandacht aan gaf. In maart 2005 ben ik gewoon aan de keukentafel letterlijk begonnen met een plan te maken om hoe Bols weer terug te brengen. Geef het bedrijf weer een hart en ziel, ga terug naar de basis en dat is terug naar Amsterdam. Focus je op de bartender, op de wereld van de cocktails. Ja, een aantal van dat soort zaken stonden daar natuurlijk in dat plan. Wie kent Rembrandt natuurlijk niet, de schilder. Had zijn atelier tegenover Lucas Bols. Haalde zijn drank bij Lucas Bols. En op een dag kon hij zijn rekening niet betalen. En betaalde met een schilderij van een van zijn leerlingen. Toen is het relatief snel gegaan. Want toen heb ik namelijk snel contact opgenomen met ASC in Amsterdam. Dus ik heb een lunch gehad. En ik heb daar een uur lang mijn ondernemersplan en mijn plannen op tafel gelegd en zegt, dit is wat ik van plan ben. Nou, hun eerste reactie was positief. Ik heb alleen gezegd, ik prefereer zelf om te kijken naar een private equity investeerder die zich opstelt als een partner, die zich ook realiseert dat ik de ondernemer ben en dat ik het bedrijf wil runnen zoals ik denk dat het gedaan zou moeten worden. Kijk wat hierop zit. Dit is dan Bols Red Orange. En daar kun je lezen. Wat je ruikt is de krachtige geur van bloedsinaasappels en passievruchten met een vleugje perzik en citrusfruit. Dus het wordt ook uitgelegd wat het product is. Omdat ik proefde dat ze echt vertrouwen hadden in het project. Ook vertrouwen hadden in mij als ondernemer. Het misschien hier en daar wel moeilijk vonden, want wat koop je nou eigenlijk? Je koopt merken. Dus ik heb wel vanaf het begin gezegd, dit is niet een soort van financial engineering project. Dit is echt een merk opbouwen. En ik geloof dat weet ik wel zeker, dat dat ook wel aansprak. Want het is natuurlijk een bekend merk. En dat heeft, dat resoneerde wel. En dan ga je dus naar een heel traject waarbij ARC de kennis en kunde inbrengt van de wereld van de bankiers. Laten we zeggen de financiële aspecten. En terwijl ik als ondernemer natuurlijk het hele commerciële en het marketingstuk inbreng en organisatie. De reden dat we met Huub in zee zijn gegaan heeft te maken met het feit dat hij met een geweldig goed plan bij ons kwam om de merken rond Lucas Bols weer terug naar Amsterdam te halen en ze weer nieuw leven in te blazen. Behalve het goede plan waren wij vooral getroffen door de energie en de overtuiging van Huub en zijn geweldige ondernemingszin om deze best wel complexe operatie tot een succes te maken. De beursgang in februari 2015 is een hoogtepunt weer in de mooie historie van dit bedrijf. En dat is ook weer eigenlijk op dezelfde manier tot stand gekomen. Op een gegeven moment met ARC sprekend heb ik gezegd, het lijkt mij voor het bedrijf en voor wat ik zelf nog als ambities heb, het juiste om te doen om naar de beurs te gaan. Kun je zeggen of het een succes is geworden, dan pak ik terug naar wat ik destijds heb opgeschreven. En ik lees dat weer. Dan zeg ik, ik heb bijna 90% van wat er staat. En zijn we ook met het team gaan doen en uitvoeren. ASC en Lucas Bols hebben 9 jaar opgetrokken in het avontuur. En wat ik het meest prettig gedaan vind, is dat die relatie die we eigenlijk in die eerste lunch hadden, die is er nu nog steeds. En de manier waarop we gezegd hadden dat we de zaken zouden gaan doen, dat is ook zo gebeurd. En dat vind ik ongelooflijk belangrijk.